De provincie stelt vanaf 1 juli 6 miljoen euro beschikbaar voor starters op de woningmarkt. De provincie sluit aan bij de bestaande regeling voor startersleningen van het Rijk en de gemeenten. Volgens een woordvoerder van de gemeente betekent dit dat ook in OS waarschijnlijk meer startersleningen verstrekt kunnen worden. Op dit moment is nog niet te zeggen om hoeveel extra geld het gaat dat OS kan gaan inzetten. De startersleningen in OS zijn de afgelopen jaren erg populair gebleken. Eind vorig jaar besloot de gemeente om opnieuw leningen te gaan verstrekken aan starters, zodat ze makkelijker een eigen woning kunnen kopen. Daarvoor was toen een maximumbedrag van 3,6 miljoen euro beschikbaar.